Fijn dat je meedoet aan deze Insta Live. Jij bent een van die vele Nederlanders die nu in het buitenland vastzit. Kun je ons vertellen waar je bent en wat de situatie daar is? Nou, ik zit nu met een andere grote groep Nederlanders over de 200 vast in Peru. Ik zit nu op dit moment zelf in Lima vast met ongeveer 15 andere backpackers. Ik zit hier in een hostel vast en eigenlijk elke dag komen er nieuwe maatregelen vanuit de overheid en vanuit de politie. Zoals in de eerste dagen konden we zelf gewoon nog naar buiten en naar de supermarkt. En eigenlijk is dat nu ook al verboden. Dus we mogen nu alleen nog maar binnen blijven en onze boodschappenlijst doorgeven aan het hostel. Dus we zien wel dat het eigenlijk met de dag vermindert hier. En wordt het ook echt gecontroleerd dat als je de straat op gaat, dat je wordt aangesproken en weer teruggestuurd naar je hostel? Ja, de afgelopen dagen moest je sowieso je paspoort meenemen. Dus je moest altijd je paspoort meenemen als je naar de supermarkt ging. Ja. En vanaf gisteren is de politie dus weer binnengekomen in het hostel en hebben ze aangegeven van oké, jullie mogen niet meer het hostel uit. Alleen de staf mag met een boodschappenlijst naar de supermarkt of naar de apotheek toe om zeg maar medicijnen te halen. Dus we zijn benieuwd of het hierbij blijft. Er zijn in andere hostels ook al mensen die alleen maar in hun kamer mogen blijven. Wij hebben gelukkig nog wel een gemeenschappelijke ruimte waar we met z'n allen kunnen zitten. Dus dat is wel het enige voordeel in het hostel waar ik nu zelf zit. Maar ik hoorde dus ook al van die groep waar ik dus in zit dat er in andere hostels wel mindere voedselvoorraden zijn. Ja. Mensen medicijnen nodig hebben die bijvoorbeeld hier niet te verkrijgen zijn. En die bijvoorbeeld alleen in Nederland zijn of misschien alleen in de hoofdstad zijn. Dus vooral die mensen ook wel die zijn bezorgd dat ze ten eerste naar Lima kunnen ze niet komen. En daarnaast zijn er natuurlijk nog vluchten die naar Nederland moeten komen, die er nu ook niet zijn. Dus is er informatie ook vanuit, jij zit dan in Peru, is er informatie ook vanuit de overheid richting toeristen daar, wat voor jullie de regels zijn en wat je kan verwachten? Of ben je een beetje aan je lot overgelaten? Nou, we zijn wel, tenminste er zijn een aantal mensen in die groepsapp die wel in nauw contact staan met de ambassade. Er is bijvoorbeeld één moeder uit Nederland die veel contact heeft met de ambassade en die ons ook goed op de hoogte houdt. Die probeert ook zoveel mogelijk Nederlandse nieuws te bereiken met dit soort dingen. En voor de rest, we krijgen sowieso elke dag wel een mailtje nu van de ambassade. Maar het is ook nog heel erg onduidelijk van wanneer komen de vluchten die ons opkomen halen. Hoe komen de mensen die bijvoorbeeld in Cusco en een andere stad in Peru zitten, komen die terug in Lima? Er zijn hier heel veel verpleegkundigen die eigenlijk aan het werk willen in Nederland, die dus bijvoorbeeld niet terug kunnen. Dus ik denk, natuurlijk in Nederland zijn er superveel problemen die daar spelen. En we snappen ook dat het niet van de een op de andere dag nu wat geregeld kan worden. Ja. Maar er zijn al wel landen zoals België, Duitsland, die al wel vluchten hier naartoe sturen. En dat verwachten we eigenlijk ook van Nederland. Ja, dat is ook helemaal terecht. Ik krijg zelf heel veel berichten van Nederlanders over de hele wereld die vastzitten, die geprobeerd hebben om zelf nog tickets te boeken. Dat hebben we hier ook allemaal geprobeerd. Ja. Precies. Dus er zijn gewoon heel weinig vluchten. En ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die nog heel veel geld hebben betaald voor dat laatste ticket en dat vliegtuig dan alsnog niet gaat. Dat is natuurlijk super frustrerend. D66 wil echt dat Nederland, net zoals België en Duitsland, die voorbeelden die je noemde, gewoon met KLM, met andere vliegtuigmaatschappijen nu afspraken gaat maken. En dat we als Nederland echt actief ook Nederlanders gaan ophalen.